Het is nu toch een stukje gezelliger in de straten die eerst verlaten en vooral troosteloos oogden. Kinderen uit Woensel-West gingen aan de slag met tientallen sloopwoningen in de Eindhovense wijk. Met veel kleuren verf werden de huizen opgefleurd. Ik heb precies geschilderd een huis. Hier zijn wat gordijnen moesten we eerst. Eerst heb ik thuis hem gewoon eerst nabedacht en getekend op een blaadje. Wat heb jij allemaal geschilderd? Welk ding? Dit. Allemaal? Ja. En dit, deze meubeltjes mijn moeder. En ik heb dat eenmaal geschilderd. Zelf verzonnen en geen hulp gehad. Banana. En heeft die bril op? Ja? Trudo, daar werk ik samen mee als vrijwilliger. En die vroeg aan mij, joh, kan je iets leuks bedenken om de buurt een beetje op te fleuren? Want er gaan allemaal woningen gesloopt worden. En het wordt allemaal dichtgetimmerd. En dan ziet het er niet gezellig uit. Kan ook een onveilig gevoel geven. Kan je iets leuks bedenken? En toen dacht ik, oh, ik vind het wel leuk als een beetje iets truttigs. Een beetje een lampje, een gordijntje erbij. En dat je bij de huizen naar binnen kan kijken. En dat de kinderen dan dat kunnen gaan kunnen schilderen. Het is dus niet alleen de boel opvrolijken. Ook helpt de schilderactie de buurt een beetje veiliger maken, is het idee. En brengt het mensen en kinderen in de buurt bij elkaar. Is het zo goed? Ja, banana. Eigenlijk een beetje een droomhuis. In plaats van een sloophuis. Want ze gaan dit slopen. Ja, mijn tante is hier geboren. Ik heb hier ook lang gewoond. Ik heb mijn zusje en mijn vader. Mijn neefjes ook. Is erg speciaal. En ook veel meegemaakt, verjaardagen en al. Maar vinden jullie het niet jammer dat het eigenlijk helemaal weggaat? Nee, want we maken heel veel foto's van. In totaal worden er 132 huizen beschilderd. Vanaf volgend jaar gaan de woningen tegen de vlakte.